vijfde stond er klaar voor. De heer Leo in de wereld ook. De man bij Stadek ook. En ze zijn vertrokken. Jens Noeleman. Hij is als eerste beneden. Marcus van der Weijden vlak daarbij. En dan gaan ze met 4-5 man. Breed naast elkaar die eerste bocht in. Het gaat maar over één race, dames en heren. De eerste 4 rijders gaan door naar de finale. En kijk, daar is een spannende strijd zijn. Om die 4e positie. Daar zitten er 3 die daar ook aanspraak op maken. Misschien zelfs wel 4. Kijk, degene die aan de leiding gaat, dat is Storm Ebbel. Dat is geen verrassing meer vandaag. Dat doet hij de hele dag al. Jens Noeleman in 2e positie. Maar daarna, 3 naast elkaar. Kijk eens aan. Wat wordt dit een spannende strijd. Pat Blom lijkt daar het beste te profiteren. Is het 4-13, Marcus van der Weijden. Kan hij door het einde komen? Of zijn de 2 die achter zitten, gaan het nog bedreigen? Nee, helaas. De finale.